Nieke Groot met de breakout. Mijn droom is dat die meiden hun doelen bereiken. 5 minutes remaining. Het is Nederland gelukt. Volgens mij heb ik bijna in mijn broek geplast. Die zilveren plak had gewoon goud moeten zijn. Maar goed, we zijn wel heel erg trots. Weet je. We hebben de wereld geschokt. Zo kunnen elkaar kijken. Het is gewoon één ding wat telt. Dat is dat plaats voor de Olympische Spelen. Het is ook zo ver van je bedshow, dus je kan het heel makkelijk zeggen. Ja, ik wil naar de Olympische Spelen. En als het dan eenmaal zo ver is en je hebt die mogelijkheid, dan, ja, dan is het gewoon heel erg spannend. Er ligt nog wel een drempeltje waar we overheen moeten. Het is echt heel belangrijk. Als het aan ons ligt, gaat dat gewoon gebeuren. Daar komt Goos, het is raak. Ik hoop het zo. Echt. Het zou echt super vet zijn. Een fantastische prestatie. De backhand. Ja, wat een geweldig doelpunt zeg. Jeroen Pauw, paasloper. Jeroen Pauw. Hallo. Hallo. We moeten naar Pauw. Moeten we dan hier? Oh, ja. Hier naar binnen. Hallo, dankjewel. Dankjewel. Oeps. Zullen we gewoon in de wereld door naar binnen lopen? Even een party crashen. Hallo. Hey, Thijs. We zijn er. Het is leuk dat jullie zijn. Nou, leuk dat we mogen komen. Ja, precies, we zijn heel benieuwd. Jullie zitten vanaf het begin aan tafel. Ja. Dus dan zitten hier naast Halbe Zijlstra en Jesse Klaver. Dat wordt een politiek debat. Neem je erin als je wil? Neem niet, ja, ik geef snel van hoor. Sorry. Nee. Mijn moeder zegt dat ik een rechtse trut ben. Serieus. Misschien hou ik me erbuiten. Hou maar erbuiten gewoon. Echt zo. We zijn nu bij elkaar, we moeten de Olympische kwalificaties spelen dit weekend. Oh, spannend. Ja, echt heel spannend. Ik heb ook super veel zin in. En dat gaat lukken? Ja, het moet lukken. Het moet, hè? Als het mijn vraag gaat het gewoon lukken. Ik zou je doen, hoor. Je zou me doen? Ja, nee. Ik zou je doen. Jou ook, schat, geen probleem. Hallo. Welkom. Estevan. Heb je er een beetje zin in? Ja, super veel zin in. Maak het ons niet te moeilijk, hè? Nee, hè? Zullen we nog even een selfie maken tussen? Yes. Oh, ik zie die echt, en dat is een of andere partner. Ik moet ook even. Het is al vier. Ik heb het niet gemaakt, hoor. Okay. We zagen elkaar gewoon alleen. Oh, maar dat ligt dus ook niet heel best. De bedoeling is dus nu om een beetje vrolijkheid en zin in de sport en in jullie te creëren in het gesprek. Waardoor mensen nog meer de tv aanzetten en denken, het zal ze toch wel gaan lukken, toch? Precies. Ja, zeker. En ook serieus natuurlijk. Ja, dat is wel... Nee. Nee, tuurlijk, er mag wel een grap en een grol gemaakt worden. Alleen het is natuurlijk wel... Het is niet alleen maar leuk, het is ook wel gewoon serieus en het is voor ons iets heel belangrijks. Dat doen we ook. No worries, daar. Dus... Het komt goed. Dat denk ik ook wel. Echt wel. Gaan jullie mee naar beneden? Ja! Yes. We gaan beginnen, jongens. Succes. Veel plezier allemaal. Succes. Goedenavond, VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en GroenLinks-leider Jesse Klaver over de vluchtelingen in Europa. Alexander Pechtold doet een opmerkelijke oproep. Handbalsters Tess Wester en Estavana Polderman moeten en zullen naar Rio, de Olympische Spelen. Wat is nu het allerbelangrijkste wat er nog moet gebeuren om te zorgen dat straks het hele team gewoon in Brazilië is? Winnen. Ja. Dat is wel nodig als je in Rio wil komen. En is het reëel? Ja,
Tenminste, we moeten niet te hard roepen, want als het dan mislukt is het een beetje lullig. En Stefana, jij hebt een man nu die heel beroemd is. Merk je daar al wat van? In de zin ik dat wist nu... dat dit klopt. Ja, maar goed, je kunt daar niet helemaal omheen natuurlijk. Wat ik al tegen maar ik kan me voorstellen dat er daardoor wel nog meer mensen staan die er met camera's en gedoe zijn en denken van... dat je een beetje kan wennen hoe het is. Het is maar voetbal, hè? Het is maar voetbal. Ja, nou, ja. Voetbal is eigenlijk... helemaal niet totaal zo gemist, eerlijk gezegd. Belangrijk. Je weet op het moment dat je voor zo'n publiekelijk iets wordt uitgenodigd dat je het niet kan tegenhouden. Want het is live en je zit er nou eenmaal. En als ze de kans hebben, dan zullen we het op de een of andere manier toch doen. En soms dan moet je elkaar wel eens helpen. En dan moet je wel zeggen van, hé jongens, eventjes wat anders nu. Er zijn andere belangrijke dingen. En dan moet je elkaar wel eens een beetje helpen. Maar ja, daarvoor ben je een team. Nee, ik zeg dat niet zoveel over. Dat nee, dat zou ik ook helemaal niet doen. Dat vind ik ook. Ja. Maar als het openbaar is, dacht ik, kan er wel één vraag over stellen. Heb ik gehad nu? Ja. Dat had ik ook wel verwacht. Als je na een training niks meer eet en het is nu half twee in de nacht, ja, dan heb je gewoon... hebben we gedaan ook voor het team dit. Ja, dus een teamprestatie, dan vind ik dat je dat mag belonen met lekkere kipnuggets en mayonaise. Precies, mayonaise bij kipnuggets. Ja joh, die hebben ze niet in Denemarken, die groene. Nee! Nee! Hij is dicht. Alles is dicht dan. Echt? Thijs, alles is dicht. Godverdomme. Hij is open! Ja! Komen jullie schoonmaken? Nee. Oh, maar dan? Heeft u even nee. Helemaal niks meer. Godverdomme. Shit. Spelen te halen. Maar er ligt nog wel een drempeltje waar we overheen moeten en dat is het OKT. En als we meer dan één wedstrijd verliezen, gaan we dus niet naar Rio. En dan houdt het eigenlijk op. Dus dat willen we niet. We gaan gewoon winnen. En we gaan er geen één verliezen, we gaan ze alle drie winnen. En dan gaan wij gewoon in augustus naar Rio. En dat is het doel. Van ons team, van dit team is dat iedereen weet wat we willen, iedereen weet wat we kunnen en iedereen is bereid om er wat voor te doen. En wat een kracht is dat iedereen laat elkaar. We zijn niet allemaal vriendinnen met elkaar. We kunnen alles tegen elkaar zeggen op het veld. We accepteren alles van elkaar omdat iedereen weet dat het voor één doel is en dat is iets winnen. En dan moet je alles tegen elkaar kunnen zeggen, dan moet je op elkaar kunnen vertrouwen en ik vind dat dus heel erg mooi binnen het team en dat is ook zeker iets wat op het handbalveld heel goed past. We hebben eigenlijk vanaf het begin, we zijn in 2009 begonnen, gezien dat de groep gestaag groeit. Het team ontwikkelt zich, we hebben een groep met heel veel talent, met heel veel ambitie. En de laatste twee jaar gaat het wel in een versnelling, maar dat komt ook omdat je qua spelniveau, qua kwaliteit op een niveau aankomt. Waardoor je ook landen gaat verslaan waar je daarvoor nooit van won. De kracht van het team is dat het een team is. En ik vind dus dat ze allemaal op hun eigen manier daarin uitblinken. Alle speelsters in de groep maken een hele goede en een grote en een sterke ontwikkeling door. Ja, de een is daarin net een stukje verder dan de ander. Als Estefana speelt, dan weet je, er zit een enorme drive achter. Creativiteit, doelgevaarlijkheid. Ja, hij is eigenlijk wel een plaaggeest voor de dekking van de tegenstander. Nico Groot is denk ik voor iedere trainer die met haar werkt een perfecte sportvrouw.
Het is een ongelooflijke teamspeelster die zichzelf voortdurend ook wegcijfert. Dus wat dat betreft is het, vind ik ook op dit moment een van de beste in de wereld. Ik denk dat iedereen elkaar gewoon respecteert en accepteert. En dat is ook echt een beetje de sleutel van dit team. Dat zodra we zeg maar echt op het veld staan en op de training, dan zijn we gewoon echt een eenheid. En dan maakt het niet uit wie er naast je staat. Dan willen we gewoon echt het beste voor iedereen. En ja, dat je merkt gewoon echt dat we voor elkaar door het vuur willen gaan. Wat doe je? Je speelt? Ja, handbal. Wij doen handballen. Oh, dat, handbal? Ja, sorry, ik dacht dat je dat wist. Nee, wij zijn van het Nederlands handbalteam. Oh, oké. En we zijn nu in de voorbereiding op de Olympische Spelen. We spelen aankomende week Olympisch kwalificatietoernooi. Oh, dus en dat is daar spannend. Kunnen we ons kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja. Oké. Okay. 4 jaar geleden zijn we op 1 doelpunt na niet. Dus dat was heel erg dramatisch. Zijn we op doelstand en zijn we het niet geworden. Oh, dat is wel echt heel rot. Dus het was echt, was echt heel rot. Nu door dus trainen weer. Ja. En het weekend weer proberen te plaatsen voor Rio. Oh, dan gaan we met z'n allen gaan we jullie aanmoedigen daar. Nou ja, gewoon voor de buis natuurlijk weer. Hè. Super bedankt dat jullie hier wilden zijn. Leuk. Succes. Zet hem op, blijf heel. Zorg goed voor jezelf. Goed eten, goed rusten, goed slapen. Ouderlijke tips. Ja. Ja. Hi Marika! Wat kom je doen, mom? Heb je al lak? Weet jij hoe laat we naar de training gaan? Volgens mij 30:30. 30:30? Het traint om 7:30. Oh. Hier is 7 uur vertrek, dus je hebt nog 50 minuten. Meen je niet. Wat ben je aan het doen dan? Nou, niks. Ik dacht ik moet opschieten. Ik dacht ik heb nog 10 minuten. Omdat we zo dichtbij waren vorige keer, heb ik zoiets van ja, ik ga dit niet nog een keer laten afnemen. Ik ben gewoon super gemotiveerd, ja, om ik laat me echt niet nog een keer gebeuren. Iedereen zegt wel, jullie horen op de Olympische Spelen en we kunnen het. Maar ja, je moet het wel doen. En die druk van buitenaf is natuurlijk gewoon, we hebben zelf ons ook de druk opgelegd dat we moeten daar gewoon heen. Je moet zo houden. Oh, zo. Ja, niet zo. Je kunt niet zo naar beneden slaan. Zo. Zo. Maar ik zou het echt slecht. Dat is echt een droom. Dan heb ik alles meegemaakt wat er is. Een EK, een WK en de Olympische Spelen. De Olympische Spelen heb ik dan gewoon meegemaakt. En dan kan ik gewoon zeggen, ik ben een Olympische sporter. Ik hoop het. Ik hoop het zo. Echt. Het zou echt super vet zijn. Hola. Hola. Hallo. Meijer, wat is de maat? M. Trainingspak. XS. De rest zijn allemaal weg, nou. Zijn dit ook nog webspullen gesproken? Ja. Ja, dat zijn handtekeningenkaarten. Oh! Kijk, help. Maar heb iedereen een eigen doos? Ja, ik heb wel mijn eigen doos. Ik ben blij dat jij jouw materiaal. Ik dacht dat je er een deelde. Ik ga gewoon morgen bij die wedstrijd, zet je gewoon die doos tussen je benen in en zeg pak maar. Ja, pak maar een uit mijn doos. Oh. Wil je een handtekeningkaartje van mij? Ja, tuurlijk, voor jou wel. Ja, ik heb geen stick. Ik ben nog steeds elke keer verrast op het moment dat iedereen je naam weet en iedereen wat van je wil. En, het is heel erg leuk. Alleen, soms is het ook wel overweldigend. Er wordt zoveel van je verwacht. En bijvoorbeeld nu ook, dan heb je een wedstrijd gespeeld in Almere en er zijn duizenden mensen gekomen voor jou om elkaar te zien. Dat is super. Maar na de wedstrijd sta je met 500 kinderen om je heen die allemaal wat van je willen. En ik heb mijn ouders al een half jaar niet gezien.
En ik heb geen tijd om daarheen te gaan. Je wil niet onbeleefd zijn. Je wil niet zeggen van ik wil naar mijn ouders toe. Jullie gaan nu allemaal maar lekker weg. Ik was op weg naar jullie, maar ik ben... Ik denk dat je mislukt. Maar ik heb nog... Maar je hebt tot 10 uur. Ja, maar ik heb nog een tas voor jullie die jullie mee naar huis moeten nemen. Die staat in de kleedkamer. Ja, kom maar zo. Blijven jullie nog even? Ik zou het zeggen. Oké, dankjewel. En dan sta je daar en op een end moet je dan zeggen nee, het kan niet meer. En dan moet je mensen teleurstellen en dan zeggen ze ja, maar we hebben ook 1,5 uur gereden. En dan denk je ja. Kom, en zoveel moeite voor een spandoek, kom. In die wachten. Ik wacht heel even in die, want ik ga je naar de boven. Alsjeblieft. Als ik dan in de bus zit, dan denk ik aan hoe het zal zijn als al die oranje supporters in de hal zitten. En ja, dan komen de vlinders echt naar boven in je buik. En dan krijg je gewoon zo'n zin om die wedstrijd te spelen. En ja, kan je gewoon niet wachten om te beginnen. Ja, zie je dat? Ja, hij ligt eraf. Ja. Dus op je vinger, meneer, is nog warm. Oh. Vleesnaar kapot. Oh nee. En gooi hem neer. Doordat we hier 3 uur al staan, kunnen we waarschijnlijk vanavond niet trainen. We kunnen niet op tijd eten en we staan eigenlijk in the middle of nowhere. En ja. Het zou natuurlijk wel lekker zijn om nog even te trainen voor de belangrijke wedstrijd. De feestnaar geknapt en nou, dat was het. Oké, we spelen gewoon even de Franse 6-0. Maar die zit niet zo heel veel anders in elkaar als onze 6-0. Alles wat naar binnen komt, daar moeten we er bovenop zitten. En alles wat naar buiten gaat, dat moeten zij gaan zoeken. Oké, dekking, schep je er bovenop. Kom aan, maak wat meer dicht, meer onderbreken in de dekking. Agressiever zijn, sluit goed aan. Contact maken, contact maken. Het lichaam is een beetje oud af en toe. Maar dan hebben we Jelle, die fixt het wel weer. Ja? Zeker. We doen ons beste. Ja. Ik hoop gewoon dat we de eerste wedstrijd goed spelen en gelijk winnen. Maar ja, dat wordt lastig natuurlijk, dat is Frankrijk. Maar goed, als wij spelen zoals we kunnen, dan kunnen we winnen. Maar goed, het wordt niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Nee, dat wordt zeker niet. Maar ja, als ik in bed lig en je denkt erover na dat je van alle 3 wedstrijden wint, dat je daarna gewoon kan zeggen, je gaat naar de Olympische Spelen. Ja, hoe gruwelijk is dat? Dat is toch heerlijk? Ja, daar kan ik alleen maar van lachen. Glimlachen, laat ik het zo zeggen. Zo. Dus naar je schouder gaan? Yes. Au. Dat is niet zo lekker. Zullen we doorbijten? Ja. Zulke wedstrijden hebben we altijd wel wat kleine uitdagingen. En ja, we noemen dat dan pijntjes. Het belangrijkste is dat die pijntjes geen blessures worden. En ja, dat hebben we denk ik goed onder controle. Dus wat dat betreft hebben we geen problemen. Ik ben iemand die
als het zekere voor het onzekere neemt. Daar waar ik voorbereid op kan zijn, daar wil ik gewoon voorbereid op zijn. Dus ik kijk goed video, ik analyseer de tegenstander. Voor mijzelf is dat heel belangrijk dat ik dat gewoon weet. En dat geeft mij echt een stukje rust in de wedstrijd. We zijn weg in Frankrijk in Metz voor deze belangrijke wedstrijd. Want als je deze wint, sta je al met een half been in Rio. En de eerste goal is voor Frankrijk. Dit is echt schaakhandbal. Goos met de goal. Ja, Michelle Goos. Nederland, twee goals los. Nederlandse aanhang ziet wel dat de ploeg voor staat, maar ziet ook dat er twee ploegen staan die het moeilijk hebben met de verdedigingen van de tegenstanders. En Michelle Goos met een hele waardevolle goal voor Nederland. Van der Heijden speelt een dijk van de wedstrijd. Goeie save van Wester. De break met Luciano in haar eigen hal. In Metz even geen controle, maar bij de afronding is het balgevoel weer terug. Ze staan op het veld. Het hossen is weer begonnen. Het beeld wat we in het handbal in Nederland zo graag zien. Ontlading. Is echt, er valt er gewoon een hele last van je schouders. Iedereen zegt wel, jullie horen op de Olympische Spelen en we kunnen het. Maar ja, je moet het wel doen. Dat was de wedstrijd. En die win je, ja, dat kan je gewoon niet omschrijven. Je staat met anderhalve been onder Rio. En dan kan het gewoon niet meer misgaan. Ga je dan alleen slapen? Ja. Nee, niet meteen. Wat is er? Moet ik nou de lift dicht doen? Nou, wel te rusten, meiden. Slaap lekker, meiden. Rusten. Doei.
even wakker worden. Kan je nog slapen? Nederland heeft echt moeite met het spelsysteem van Japan. Het is heel anders dan het systeem wat ze altijd spelen, wat je tegenkomt in de competitie in de meeste Europese wedstrijden. We moeten meer zijwaarts bewegen. Over de buitenkant gaat niemand springen. De hoeken houden we dicht. En in binnen meer schuiven en de handen erbij voor het blok. Als we dan agressiever zijn, pakken we de bal. En in de tegenaan. Lekker balletje. Van Angela Malenstein, de volgende hoofdstukken worden in Rio de Janeiro geschreven. Want Nederland schrijft geschiedenis en gaat naar Rio. Kijk eens naar de waterlanders daar, bij een aantal spelers in de ogen. Een unieke prestatie, een historische dag voor het handbal in Nederland. Zo naartoe hebben geleefd, dit moment, dat we eindelijk dat ticket hebben naar Rio! Echt heerlijk. We gaan, Peter, we gaan! Voor in de kleedkamer! Het is gewoon ontlading. Het is gewoon iets waar je zo hard voor werkt. Iets waar je alles voor opgeeft. Waarvoor je in het buitenland zit. Waarvoor je soms de feestdagen niet thuis bent. Waarvoor je bruiloften en verjaardagen mist. En ja, als het dan eenmaal zover is dat je er echt voor beloond wordt, dan is dat gewoon heel erg heel fijn. Dat vind ik echt nare van topsport, dat ik kies altijd voor mezelf. Zeg, ja, maar je hebt er toch voor gekozen en het is toch alleen maar superleuk allemaal? Dan denk ik, het is helemaal niet alleen maar superleuk. Op het moment dat je even je benen niet voelt,
denk je wel, ja, wat is er aan de hand? Maar je denkt niet, ik sta nooit meer op het veld. Er waren genoeg mensen die het dus blijkbaar niet in mij zagen. En dat was voor mij een reden om juist nog harder mijn best te doen. Ja.